Ja, niet zulke dat, want dat is natuurlijk ook nog een voorrecht om die te hebben ontmoet, hè. Ja, dat is ben ik ook altijd wel heel dankbaar voor. Ja. Ik was blij verrast dat ik ergens in jouw video's je hoorde zeggen dat dat je belangrijkste Ja, leraar was. er zijn meer mensen die. Ik geef ook ieder jaar in Zuid-Frankrijk, in een centrum, geef ik dus ook samen met iemand anders een retraite. En daar werd ik door iemand die daar in de buurt woonde ook. Werd ik met een mail, geloof ik, dat ze me bereikten. En dat ze graag met mij in contact wilden komen, omdat zij. Zo onder de indruk was van Nisr Kadat, dat was zijn het onderricht. En dus ik had hem in levende lijve had hem ontmoet, dus daar wilde ze wel graag kennis mee maken. Dus dat is ook gebeurd. Dus, wel een goede vriendin van me geworden, Aha. Maar het is natuurlijk ook een hele bijzondere persoon. Net zoals Ramana Maharshi, die ken je natuurlijk ook wel, hè? Ja. Hier staat dus dat ik ging dus een. Voordat de yogaopleiding in 1975 begon, kregen we een lijst toegezonden met aan te schaffen boeken. Toen ik deze lijst aan de eigenaar van mijn boekhandel liet zien, dat was de Roosendaal, zei hij: bij het opruimen van mijn magazijn kwam ik een boek tegen dat ik opzij heb gelegd. En als ik deze lijst zo zie, hebt u daar wellicht interesse voor? Het bleek De weg tot het zelf van Heinrich Zimmer te zijn. Een boek over het leren en het leven van Ramana Maharshi, een van de grootste Indiase leraren van de 20e eeuw. Ik kreeg een boek gratis van hem en het werd voor mij een belangrijke gids waar ik bijna dagelijks in las. Het is dat boek dus. Dat kreeg ik van die boekhandelaar. Dat heb ik zo in dat boekje opgeschreven. Dit is ook het originele boek wat je hebt gekregen. Dat heb ik gekregen van die boekhandelaar. Ja. En lees je daar nog in? Nee. Maar ik heb wel toen tijdens de opleiding voor yoga-docent, las ik hem vrijwel dagelijks in. Aha. En ja, wat mij natuurlijk ook opviel, toen ik dus in de aanraking, toen ik dus ook met Wolter Kiers bezig was, dus ook wel een bekende naam, dan komt alles bij elkaar. Hè. Dan merk je ook dat het allemaal op hetzelfde neerkomt. Natuurlijk, er zijn verschillende invalshoeken, maar de essentie, daar is geen verschil in. Hè. Dat is wel heel mooi. Ja, Ja. ja, ja. En wanneer is de naam van Nisr Kadat voor jou voor het eerst Nou ja, tot je gekomen? dat is denk ik ongeveer geweest begin jaren 70. Dus, zeg maar 72 of zoiets, in die koers. Toen ik de gespreksavonden ging volgen met Wolter Kiers in Breda. Aha. Ik had een vriend en die was daar een paar keer geweest en die zei tegen mij: dat is ook vast iets voor jou. Dus toen ben ik met hem mee geweest. Maar ja, misschien heb je dat ook wel gehad. Dat als je zoiets voor het eerst meemaakt, het was voor mij echt mijn eerste kennismaking met de Advaita Vedanta via deze Wolter Kiers, dan sta je maar een beetje raar te kijken als ze zeggen van, ja, je bent niet de doener. Hè? Je denkt dat je iets doet, je denkt dat je bepaalde plannen maakt enzovoorts, maar er is helemaal geen ik. En dan dacht ik bij mezelf, ja, nou ja, stop het maar in mijn pet. Wat moet ik daarmee? Ja, wat moet Wie is er dan vanavond hier naartoe gekomen? Ben ik toch? Weet je niet? Zo, zo, zoiets, hè? Maar vreemd is dat ondanks dat je daar toch een beetje vreemd tegenaan kijkt, dat je toch teruggaat. Hè? Ik wilde het toch horen. En toen dacht ik bij mezelf, is dat wel zo? En toen ben ik dus verschillende tradities gaan onderzoeken, kennis gaan maken met grote leraren. En toen kwam ik tot de ontdekking dat eigenlijk iedereen, een groot leraar, dat die dezelfde inzichten had en dezelfde onderricht dus ook gaf. Dus toen werd het voor mij ook wat aannemelijker dat het allemaal was zoals hij dat vertelde, ja. En bij Wolter Kiers heb je
Je hebt voor het eerst de naam van Nisargadatta gehoord. Ja, ja, ja. En Wolter is daar ook geweest? Ja, Wolter is daar ook geweest, ja. Ja. En ik ben ook één keer, dat was dus in, ik ben de eerste keer geweest in 1978 en de tweede keer in 1980. En toen waren we er samen. Het was ook al een beetje toevallig hoor. Aha. Toen was hij er ook. Ja, ja, ja. Toen was hij er ook. Maar Nisargadatta maakte het hem niet gemakkelijk hoor. Het was niet zo van oude jongens van, oh, ik denk, nee. Die werden hele kritische vragen aan Wolter Kiers gesteld. En had hij soms ook al wel moeite mee. Had jij daar moeite mee? Nee, Wolter Kiers. Ja. Om die goed te beantwoorden. Want hij was natuurlijk heel kritisch. En mensen die de air over zich hadden van ik weet het al, ik ben al de eindstreep heb ik bereikt. Nou, die werden flink onder handen genomen. Ja. Het was allemaal niet zo vanzelfsprekend. Nee, nee. Nou, dat vind ik ook wel mooi als een leraar geen vriendjes met je wil worden. Gewoon bij de les blijft, steeds. Nee. Niet afdwalen van de boodschap. Nee, precies. Nee. Ja, en wat hij ook had, dan zijn we er toch zo mee bezig. Ook naar aanleiding van andere toestanden, ook die hier in Nederland hebben plaatsgevonden, ook binnen het boeddhisme. Het was ook iemand die totaal niks moest hebben van vereering. Hè? Hmm. Nee, dat was niet aan hem besteed. Want er kwamen dan mensen die dan zeg maar, ja, hem vereerden, omdat het een groot meester natuurlijk was. Hmm. En die ging lang uit op de grond liggen en om de voeten dan aan te raken. En dan keek ik wel eens naar hem. En dat interesseerde me geen bal. Dan kon je zo zien dat ze hadden. Zegt, als jullie dat behoefte aan hebben, is oké. Maar voor mij hoeft het niet. Ja, snap je? Ja. Nee, daar had hij totaal geen belangstelling voor. Aha. Nee. Ja. En dus bij Wolter Kiers hoorde je voor het eerst die naam? Ja. En hoe lang daarna ben je naar hem toegegaan? Nou, ik ben, dat zal ik je vertellen. Ik ben dus in 1985 ben ik met de opleiding voor yoga docent ben ik begonnen in Baarn met de stichting Yoga Vedante, waar dus die Rama Polderman een heel belangrijke rol speelt. Die naam ken je misschien wel. Die is nog wel bij Ramana Maharshi geweest. Aha. Ja, dat is natuurlijk ook wel een bijzonder iemand hier in Nederland geweest, die Rama Polderman. Hè. Ja. En hij was eigenlijk toch wel een beetje de promotor en de oprichter en ook op de achtergrond. Dus de stuwende kracht van die stichting Yoga Vedante. En daar speelde Wolter Kiers er ook een rol in. Die gaf daar het vak filosofie. Mm-hmm. En dus die droeg daar zijn Advaita Vedanta uit, als het ware. En in die tijd moest je, om daar toegelaten te kunnen worden, moest je dus een admissie-examen doen. En ik had toevallig Rama Polderman en Wolter Kiers, die mij dus ondervroegen om mij te testen of ik wel voldoende motivatie had enzovoort. Hè. Ja. Ik weet nog goed dat een van mijn problemen was, tenminste problemen, ik dacht ik zeg het toch. En toen heb ik ook gezegd, ik kan jullie alvast vertellen, in de Lotus zitting, ik zeg dat lukt me nooit hoor, dat kan ik je nu al vertellen. Maar dat was geen probleem. Dat was geen probleem. En dus ik heb hem dus ook tijdens die opleiding meegemaakt, Wolter Kiers. En toen, voor een jaar voor het einde van mijn opleiding, ik woonde toen in Roosendaal. En tijdens het avondeten zei mijn vrouw, ze zegt, als jij naar India wil, ze zegt, dan moet je dat doen, is goed. Zij zei tegen. Ja. En ik zei niks. Ik gaf geen enkele reactie. Maar ongeveer 2 weken later, toen zei ze tegen me, ze zegt, ik heb dat toen gezegd tegen je. Ze zegt, ik meen het ook. Ze zegt, ik meen het ook. En mijn kinderen, die zeiden, pa, dat moet je doen, zeiden ze. Die waren ongeveer 12, 13, 14 jaar, in die leeftijd ongeveer. En toen heb ik terecht gezegd, ik zei, dan doe ik het ook.
En ik wist al direct hoe lang. Ik zei, dan ga ik 8 weken toe. Okay. Dan wist ik al direct. Dus ik had er natuurlijk al over nagedacht. Hè. Ja. En ik ben dus 8 weken weg geweest. Maar ik ben dus ook, toen ik dus een week of twee bij Niskedatta was geweest. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Dat was iets heel inspirerend allemaal. Maar toen ben ik ook nog wel een weekje geweest in Pune. Naar Bhagwan Rajneesh. Hè. Ja, en kon ik ook het verschil zien tussen Bhagwan Rajneesh en Niskedatta. Ja. En die Bhagwan Rajneesh, dat was een veel mooiere leraar. Heel mooi, mooi kleed had hij aan en had een prachtige stem had hij. Dus dat was veel indrukwekkender, want Niskedatta, die kleed, dat zei hem niks. Hij was een beetje rauw eigenlijk. Hè. Het kwam ook een beetje rauw op je dak soms. Hè. Hij was direct. Maar goed, toen dacht ik toch bij mezelf, ik ga toch maar terug naar Niskedatta. Ja, ja. En wat maakte dan dat je terugging? Nou, kijk eens, ik voelde dat een leraar was die bij mij paste. Aha. En dat kan ik niet precies omschrijven waarom, maar ik heb dus in mijn leven ook altijd, ben ik erg wars geweest van plechtigheid en indrukwekkende verschijningen enzovoorts. En vereering enzovoorts, dat heb ik altijd een beetje, dat past niet zo bij me. Mm-hmm. Dus dat heeft ook wel een rol gespeeld, denk ik. Gewoon recht voor zijn raap. Ja. En toen je ging dus 8 weken naar India, naar Bombay toch? Daar woonde hij. Dat zeg je? In Bombay woonde hij toch? Ja, Bombay ja. Ja. Maar moest je dan aanmelden of ging je gewoon op de Bonnefoy? Nee, maar niet aanmelden. Iedereen kon daar zo terecht. Oké. En dan zat je dan met, ik weet het niet precies, maar soms toch wel met 20, 25 mensen zat je daar. Hè? Terwijl het maar een klein kamertje was, dus je zat bovenop elkaar in feite. Soms was het wel minder, maar toch had het wel zo'n 15 mensen. Maar van een deel vanuit India dus, Indiase mensen. Mm-hmm. Maar het grootste gedeelte toch in het algemeen mensen uit het buitenland, vooral westerse landen, hè, Amerika. Ik heb bijvoorbeeld hele goede vrienden heb ik daar gekregen ook. Dat zijn dus twee Belgen, een Belgisch echtpaar. Ja, hele mooie vriendschap altijd mee gehad. Mm. Ja. Dus daar had ik dan ook veel contact mee. Hè. Maar ook een Duitse bijvoorbeeld, daar heb ik ook veel contact mee gehad. Ook een Australische vrouw heb ik ook veel contact mee gehad. Dus dat waren allemaal wel mooie contacten. En ook wel fijn in die zin dat je met elkaar kon praten wat hij aan de orde gesteld had. Ja. En wat dus daarbij ook een belangrijke rol gespeeld heeft, denk ik, dat is dat hij dus, ik had ook wel eens vragen natuurlijk, en dat hij dan zich direct tot jou richten, dus in dit geval op mij richten. Hè. Dus was het direct op jezelf gericht. Okay. En dat maakt toch heel wat meer indruk dan dat je hetzelfde uit een boek leest. Ja, ja. Dat is een direct contact. En dan gebeurt er toch iets wat je niet helemaal kunt, wat je kunt verklaren of kunt beschrijven. Hè. Ja. Dat is, ik heb het wel eens zo omschreven dat dat Niskedatta dus mij over drempels trok. Hè? En drempels, nou ja, je weet het, dat zijn dingen waar je soms tegenaan loopt, waar je niet overheen kunt komen. Hè? Ja, ja. En die bijeenkomsten, was dat één keer per dag, twee keer per dag? Nee, dat was 2 keer per dag. Maar de belangrijkste was toch 's morgens. En dat begon met meditatie. Ik denk, maar ik weet het niet zeker, dat 7:30 ongeveer begon. En dan 1/2 uur mediteren dus. Maar niet zo plechtig van beginnen. Nee, je ging daar zitten en dan ging je mediteren. En dan had je dus ongeveer om 8 uur, dan ging je dus dan bepaalde liederen zingen. Dus bhajan noemen we dat. Bhajan. Indiase liederen. En die werden dan zeg maar begeleid met cymbalen. Je weet wat een cymbal is, hè? Nee. Dat zijn van die... van die schoteltjes, twee schoteltjes die je tegen elkaar zo, heel eenvoudig. Ja, heel eenvoudig. Hè?
Dus daar werd het dan mee begeleid. En nou ja, ik kende die lieden niet, maar je deed maar zo goed mogelijk mee. Hè? Je was in die sfeer enzovoort. En dan was er een pauze van een half uur ongeveer. En dan kon je in die pauze, kon je daar, in de buurt kon je daar iets gaan drinken in een restaurantje of zoiets. Hè? En, lassie, dat is een soort, ja, ik kan het niet omschrijven, maar iets van melk. Melk, met, ja, nog, ja, je kent het misschien wel, ja, hè? Melkdrank. Ja, ja. Goed, dus, en dan gingen we dus, daar iets drinken in dat restaurant en dan kwamen we weer terug. En dan begaf hij zijn onderricht. En dat, ja, maar dat duurt altijd wel een anderhalf uur, denk ik, bij elkaar. Totaal of alleen het onderricht duurt anderhalf uur? Ja, onderricht. Dan was hij zo'n anderhalf uur. Ja, misschien ook wel eens twee uur hoor. Maar ik denk toch niet langer dan twee uur, denk ik hoor. Dan begon je om een uur of tien tot een uur of twaalf, denk ik. Ja. Maar precies weet ik het niet meer, want ik heb het ook allemaal niet opgeschreven, nee. Natuurlijk. Hè? Dat jullie mediteren, dat verbaast me wel. Want er zijn veel, een aantal advaita leraren, die zijn geen voorstander van meditatie. Nee, dat hoef je mij niet te vertellen. Wolter Kirst. Die zei over meditatie, ik heb er nog nooit iets goeds uit zien voortkomen. Oh, ja. Dat zegt al genoeg, hè. Maar ik heb ook geleerd, John, dat je van de leraar ontzettend veel kunt leren. Maar ik heb ook geleerd, je moet ook niet alles overnemen. Oh, ja. Je moet ook datgene overnemen wat bij je past. En als het niet bij je past, dan moet je het opzij leggen. Hè? Maar wat zei Nishke Datta daarover dan, over die stilte? Ja, daar zei hij niks van. Nee, daar zei hij niks van. Nee, het was toch meer Nishke Datta, was meer zo van, als je daar behoefte aan hebt, is oké. Als je daar behoefte aan hebt. Dat zingen ook, dan zeiden ze ook, wat voor zin heeft dat nou, dat zingen en alles? Oh, de mensen hebben er behoefte aan, zegt hij. Maar voor hem hoeft het allemaal niet. Oh, voor hem hoeft het niet? Nee, voor hem hoeft het. De mensen hebben er behoefte aan. En, maar aan de andere kant natuurlijk. Jij hebt ook je bezig gehouden met yoga. En dan weet je dat zingen, dat is niet verkeerd, hè? Nee. Dat is goed voor het vijfde chakra enzovoort. Dus dat heeft toch wel een bepaalde betekenis. En, dat je dus, en het geeft ook een band, hè? Als je dus met elkaar zingt, geeft het ook een band, hè? Ja. En maar dan liet hij je vrij. En dat hij toch op de een of andere manier... toch een stukje ruimheid ook had om iedereen de ruimte te geven in zijn eigen weg te gaan. En niet precies zich vast te klinken aan wat hij zei. Snap je? Okay. En dat vind ik eigenlijk wel mooi, hè? Ja. En zo is het ook. Hè. Kijk eens, het is prima als Wolter Kirst dat zegt, maar dan praat hij natuurlijk vanuit zijn eigen ervaring dat hij dat niet gedaan heeft en de zin en de betekenis er niet van ziet. Maar dat wil niet zeggen dat het ook voor jou geldt. Hè? Ja. En dan kregen jullie onderricht, hè? Ja. Maar vertelde hij dan zelf of lieten jullie vragen stellen? Ja, vragen stellen. Meestal dikwijls een korte inleiding, dat hij dus iets begon te vertellen. En dan kon je aan de hand daarvan kon je vragen stellen. Ja, maar hij keek dus altijd ook een beetje streng om zich heen en dit en dat. En als hij dus het gevoel had dat er iemand was die niet zo gemotiveerd was of dat hij alleen maar uit nieuwsgierigheid kwam... Nou, die kreeg er flink van langs en op een gegeven moment zei hij van, ga maar weg. En je hoeft niet meer terug te komen. Zo. Ja. En ik ben de tweede keer ben ik met mijn vrouw geweest, want ik had natuurlijk van alles verteld. Ik was een beetje high, was ik teruggekomen. Ja, ik was echt helemaal een beetje in de zevende hemel, misschien wel een klein beetje hoor. Maar ik wist van tevoren dat dat tijdelijk was, dat wist ik wel. Ik dacht, niet, maar het hoort er allemaal bij. Maar mijn vrouw die wou graag mee ook natuurlijk, ja, India, dat sprak allemaal een beetje tot de verbeelding enzovoorts. Even terug naar Nishke Datta, wat je er natuurlijk nog van kan herinneren, want heel lang geleden. Maar wat voelde je als centraal, dat het centraal iets werd aangeraakt, of zijn centrale boodschap? Kan je daar iets over vertellen? Zijn centrale boodschap? Ja, dat was natuurlijk heel eenvoudig, hè. Zijn centrale boodschap was, je bent niet degene, je bent niet datgene wat je denkt dat je bent. Dat was eigenlijk zijn. En dat is dus dat je, dat het heel belangrijk is dat je daar inzicht in krijgt. En dat is, het heeft allemaal te maken ook met aandacht.
Dus wat dat betreft heeft dat natuurlijk ook een relatie ook met het boeddhisme, waar het ook gaat om het ontwikkelen van aandacht. Scherp kijken naar jezelf, wie je bent. Vooral ook te zien wie je niet bent. Hè? En naarmate je dus meer gaat zien wie en wat je niet bent, hè, ja, dan blijft er op een gegeven moment niks meer over. Hè? En, nou ja, daar gaat het om, dat er uiteindelijk niks is. En dus hij bouwde dat heel logisch op. Heel logisch op. En dat hij ook telkens ook weer zei, kijk eens, je bent vader, je bent misschien schilder. Nou, dat zijn allemaal rollen die je speelt in je leven. Hè? Maar het zijn allemaal rollenspellen. Hè? Maar waar het om gaat, hè, dat is wie ben je? Wie ben je? En zoek dat voor jezelf uit. Hè? Laat je, hij heeft het dan over het brandpunt van je bewustzijn. Brandpunt van je aandacht. Hè? Richt dat op jezelf. Wie ben je en wie ben je niet? En dan zul je merken dat er alles wegvalt. En dan, nou ja. En dan, maar dan zei hij ook bijvoorbeeld, want er waren natuurlijk altijd mensen, en dan heb je het boeddhisme ook. Dan ben je zeker niks, weet je niet. Hè? En dan had hij daar een heel mooi voorbeeld van. Dan zei hij tegen de mensen, jullie, zoals jullie hier zitten, vergelijk ik met een rivier, zegt hij. Met twee oevers. Hij zegt, de ene oever bij jullie, waar de rivier tussen stroomt, dat zijn jullie verlangens. En die andere oever, dat zijn jullie angsten, bezorgdheden enzovoort. Hij zegt, daartussen stroomt jullie rivier. Ja. Nou, dat is wel herkenbaar, hè? Ja, ja. Of niet? Ja, zeker. Hij zegt, mijn rivier stroomt ook tussen twee oevers, zegt hij. Hij zegt, de ene oever, dat is mijn wijsheid, zegt hij. En zegt, vanuit mijn wijsheid ben ik niets. Niets. Die andere oever, hij zegt, dat is de liefde. Hij zegt, vanuit die liefde ben ik alles en iedereen. Nou, dat is een hele mooie vergelijking. Hè? En dan kun je ook zien, en ik gebruik die vergelijking ook wel eens, dat je niet in een gat valt. Hè? Integendeel, je verliest alles, maar tegelijk win je alles. Juist door wat hij ook zei, het ontwikkelen van de liefde, want dat is uiteindelijk je essentie, waardoor je dus je verbonden voelt met alle mensen, maar niet met alle mensen, maar in feite met alle levende wezens, maar met heel de schepping. Met alles. Hè? Dat is die eenheid. Hè? Ja. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. En ja, dat vult die leegte, als ik het heel plastisch en eenvoudig moet zeggen. Ja. En dan was dat onderricht klaar, was in de ochtend. Dan was het voor de ochtend afgelopen. Ja, ja. Maar dan kon je smiddags, maar niet altijd hoor. Maar in het algemeen kon je dan smiddags nog wel. En dan had hij ook nog wel een praatje. Maar dat was maar kort dan smiddags. Smiddags was kort. Op het eind van de middag. Op het eind van de middag, ja. Ja. Maar je kon ook wel eens een aparte afspraak maken. Ik heb ook wel eens een aparte afspraak gemaakt. Waar speciaal naar hem toe ging. Ja, ja. En dan kon je dus een soort inwijding krijgen. Maar ik moet zeggen, het heeft mij nooit zoveel gedaan, die inwijding. Een beetje officieel en dit en dat is ook maar waar een mens dan een beetje behoefte aan heeft. Ja. En als je, voelde jij je veilig als je voor hem zat? Of was je een beetje bang? Nee, ik was helemaal niet bang. Nou, gelukkig niet. Nee, waarom zou je bang zijn? Nou hè? Ja, ik kan mezelf wel eens herinneren als ik voor leraar zou denk, ja, ik moet de vraag wel een beetje goed stellen, want... En met een beetje helder leraar was dat in twee zinnen totaal afgebrand, mijn hele circus. Ja. Nee, ik was niet bang, maar ja, ik wist ook wel dat ik natuurlijk ook... mijn ervaring is, of ik dat toen ook al had, denk ik, maar dat weet ik ook niet hoor, dat eigenlijk, ik zeg het ook wel eens, dat er nooit domme vragen zijn. Hè? Nee. En meestal de vraag die je stelt, die houdt een ander ook bezig. Hè? Ja. Dus, hij zette je nooit, nou dat zeggen ze op zijn Nederlands, in de zeik of zoiets. Oh, ja. Nee, dat deed hij niet. Nee, dat deed hij niet. Nee hoor, hij was, ik vond ook wel dat hij tegenover mij toch ook wel respectvol was. En dat hij ook, ja, ook waardering had op de een of andere manier, dat je uit zo'n ver land komt om zijn onderricht te volgen. Mm.
Ja, dat op de een of andere manier had hij daar ook wel waardering voor en respect, ja. Maar hij zei dat niet zo, maar je kon dat wel een beetje voelen, bepaalde opmerkingen enzovoort. Ja. Ja, nog even over wat je nou aangeraakt. Kijk, toen ik dat boek, ik ben dat, las, ik voelde toen het zoeken gestopt is bij mij. Ja, dat is fantastisch. Ja. En alles wat ik daarna doe, doe ik gewoon omdat ik het leuk vind. Ja. Nee, maar dat ben je de enige niet. Ik heb nogal wat mensen ontmoet die ook zeiden, ook hier in Zwolle, dat ze door dat boek te lezen van hem totaal veranderd zijn. Ja. Dat ze tot heel anders zijn geworden. Ja, dat is ook zo.